Dames en heren, hartelijk welkom bij Sportlust TV. Het seizoen is ten einde. En zoals gebruikelijk neemt onze eerste elftal nog even het seizoen door bij een afsluitende avond. Normaal gesproken gebeurt dat bij ons in het clubhuis, maar omdat het seizoen zo lang geduurd heeft, is het clubhuis gesloten. En zitten we nu met de spelers van het eerste en de begeleiding van het eerste bij Eetcafé Walzicht en genieten de mannen van een heerlijke barbecue. Aanvoerder Mike Verhagen. Na het seizoen 2017-2018 zitten we bij elkaar, of zitten jullie bij elkaar om het seizoen af te sluiten. Hoe kijk je op een seizoen terug? Nou ja, bij elkaar. Ik denk dat de helft van de selectie er nog ongeveer is. Dus dat is wel jammer. Ik kijk wel, misschien niet helemaal, maar toch wel positief terug. Ik denk dat we met de beker een mooie iets neergezet hebben. Iets gewonnen hebben wat altijd bijblijft. Misschien al van tevoren zeg je dat we kampioen worden. Uiteindelijk mis je promotie op een haar na, op 3 minuten. En daarna, na competitie, dat was eigenlijk gewoon verlopen. Niks. Te veel. Te veel, ja, te lang. Maar ja, ik wel een goed jaar, denk ik. Ja. Ja, als u het aan mij zou vragen, zou ik het exact zo omschrijven. Prima prijs met de beker. Jammer dat we de promotie net hebben misgelopen. In de laatste na competitiewedstrijd zaten jullie inmiddels al in het buitenland. Hoe hebben jullie de wedstrijd nog gevolgd? Of hoe hebben jullie dat te horen gekregen? Ja, we hadden een strandje gevonden vlakbij het hotel. Waar we via rotsen naar beneden moesten. Heel survivalen nog. Maar we hebben daar op dat strandje met z'n allen nog via de telefoon Sportlust TV gevolgd. En ja, het was nog een soort spannend ook, hè? Ja, het was gewoon een leuke pot. En we hoorden Smaling alleen maar langs de kant staan schreeuwen. Dus toen wisten we dat hij er was. Hè? Ja. Hey, nu lekker vakantie houden. Richting het volgende seizoen. Heb je al ideeën over volgend seizoen of heb je zoiets van eerst maar even vakantie? Nou, het seizoen heeft lang genoeg geduurd nu, dus eerst even het kopje leegmaken. En dan volgend seizoen de eerste training zullen er weer staan en dan gaan we weer opnieuw beginnen. Mike, ik wens jou een hele fijne vakantie en zeker aan het begin van het volgende seizoen staan wij er ook weer bij. Dus dan praten we wel weer een keer met elkaar. Dat is goed, Willem. Dankjewel en ook fijne vakantie. Dankjewel. We staan met Thijs Noordzij, speler van het eerste en een speler die zijn laatste seizoen gespeeld heeft bij Sportlust. Thijs, hoe lang heb je bij Sportlust gespeeld? Ik heb het tweede seizoen bij Sportlust gehad. Twee seizoenen. Hoe kijk je terug op Sportlust? Toen ik bij Sportlust kwam was het al heel anders als bij Zevenhoven. Het niveau en de mensen. Maar een heel leuk en leerzaam eerste seizoen gehad. Veel gespeeld het eerste seizoen. En een hoop geleerd ook uiteraard. Dit seizoen laatst doen helaas vrijwel niks. Nieuwe spelers erbij, dus gewoon goede concurrentie. Maar toch een mooie afsluiting hier met de jongens. En kijk terug op een mooie tijd. Je gaat naar Altior. Ja, klopt. Daar ben je natuurlijk al een keer geweest. Spelen daar vrienden van je? Of hoe kom je bij die club uit? Nou, ik heb vroeger eigenlijk altijd daar gespeeld. En toen was ik 7, toen speelde ik het eerste. En toen ging ik naar Zevenhoven voor een ander niveau, van een hoger niveau. En toen naar Sportlust. En nu keer ik terug daar met vrienden van mij in het eerste die daar voetballen. Ik wil jou namens Sportlust TV en namens de kijkers bedanken voor alles wat je gedaan hebt bij Sportlust. Ik wens je ontzettend veel succes bij je nieuwe club. En je bent altijd welkom, dus je mag altijd nog een keertje bij ons in het clubhuis komen. Ja, Thijs, fijne vakantie. Top, dankjewel. Rick, eerste seizoen Sportlust. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Tevreden, uiteraard. Topscorer natuurlijk, veel gespeeld. Ja, dat is gewoon, had ik van tevoren niet verwacht natuurlijk. Nee, ik denk dat voor jezelf ook een hele verrassing was. Was de omschakeling groot? Ja, was wel groot, maar niet te groot. Nee, dat hebben we met z'n allen gezien. Ik liep net naar je toe en ik zei twee vragen, toch nog even eentje. Terugkijkend op het afgelopen seizoen, hoogtepuntje? Mijn hoogtepunt was eigenlijk toch die goal in de nacompetitie in de finale. Maar ja,
het draait uiteindelijk toch weer op een negatief puntje dat we hem verloren. Maar ja, dat was wel even een moment dat ik zo blij was, dat wil je niet weten. Dus een hoogtepunt en een dieptepunt in één wedstrijd? Ja, eigenlijk wel. Nu toe aan vakantie neem ik aan en dan volgend jaar weer volle bak vooruit? Ja, ja, een beetje doortrainen in de vakantie, maar ook weer niet te veel natuurlijk. Even uitrusten. Maar ja, ik heb zin in volgend jaar alweer, dus. Ja. Ik wens jou een ontzettend fijne vakantie en we gaan elkaar volgend jaar zeker nog een paar keer spreken. Dankjewel. Tot sportlust. Hey, ik kap er eens mee met die jongen. Ik zit hier tussen twee assistenten van onze eerste elftal. En de twee assistenten hebben hun laatste seizoen gedraaid als assistent zijnde. Ik ga even naar Martijn, als je het niet erg vindt, Maurice. Martijn, assistent bij Sportlust 46 in zo'n competitie. Hoe was dat voor je? Nou, ik alleen maar genieten. Ja, dus, wij hebben denk ik samen, ik had het afgelopen zaterdag al gezegd, we hebben ja, intensief samengewerkt met de hoofdcoach. Vrij veel vrijheid gekregen. Zeker aan het eind van het seizoen, dat ook de trainingen verzorgde onder supervisie van. En het is gewoon heel goed bevallen. En ja, wij stonden een beetje natuurlijk tussen Wim en de groep. En ik denk dat het is hartstikke leuk geweest. Maurice, jij ook als assistent. Hoe kijk je terug op het seizoen? Een heel bewogen seizoen. Nou ja, wat er aan het einde van het seizoen is gebeurd, dat mogen duidelijk zijn. Maar het er naartoe leven met de groep, samen met de huidige staf, heb ik het gewoon super genoten van die periode. En helaas is dat dan niet datgene geworden wat we voor ogen hebben gehad. Maar neem niet weg dat ik een hele toffe tijd heb gehad. Martijn, als afgelopen seizoen, als je een hoogtepunt mag noemen voor jou, één hoogtepunt, wat was dat? Een hoogtepunt? Nou ja, het zijn natuurlijk meer, maar als ik er dan toch eentje mag noemen, is denk ik de, ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar misschien wel de wedstrijd Volendam thuis, die we verloren, weliswaar. Maar dat was wel de ommekeer naar iets moois. Dus die wedstrijd denk ik. Een verloren wedstrijd en dan toch zien als hoogtepunt. Ja, doe eens even uitleggen. Dat klinkt heel raar. Voor mij eerste helft speelde Volendam van de mat af. Een mooie goal van Demeijer ook. En we kwamen natuurlijk weer tegen die rode kaart aan te lopen van Mike Verhagen. Maar als dat niet zo was geweest, dan had het ook wel eens anders kunnen lopen. Maar er zat gewoon vanaf dat moment weer spirit in de groep. En eigenlijk die bekerwinst, misschien kan je het zo zeggen, is daarvan een beetje het gevolg geweest. Van het goede gevoel hadden we tegen Volendam te pakken. En dat hebben we niet meer losgelaten. Luisterend naar Martijn, hè? Ik ga er vanuit dat jullie op één lijn zitten, dus jij denkt daar natuurlijk ook zo over. Zo'n laatste periode, hè? Dus toewerken naar na-competitie. Hoe viel dat bij de begeleiding en bij de spelers? Ja, we zaten natuurlijk nog in die periode ook nog voor de finale van de strikbeker. Dus we zaten al in een soort van goede en een lekkere flow. Dus op zich liep dat eigenlijk wel heel erg voorspoedig. En we hadden ook eigenlijk het volste vertrouwen in dat we die na-competitie goed door zouden komen. Omdat we ja, de wedstrijden daarvoor wel een heel goed gevoel aan over hebben gehouden. Aan de manier van hoe we wilden spelen en dus de strijd die er werd geleverd. Dus in zo'n totaliteit zat het gewoon lekker. Dan is het des te zuurder dat je dat niet haalt. Maar het gevoel was verder heel goed. Ja, Martijn, je laatste seizoen. Je stopt als assistent. Wat ga je volgend seizoen doen? Volgend seizoen dan ga ik voor een nieuwe baan. Dus dat is even belangrijker op dit moment. En ik geloof dat het team van mijn zoon, die mist nog een trainer voor mij door de week. Dus dat ga ik met veel plezier doen. Maurice, volgend seizoen zien we je half oktober weer gewoon op het hoofdveld staan op donderdagavond? Ja, ik durf daar geen uitspraak meer over te doen. Ik heb al vele malen gezegd dat ik zou stoppen en dan ergens halverwege haakte ik weer aan. Het is de bedoeling dat ik in ieder geval gewoon een jaartje sowieso rust ga pakken. Mijn zoontje die zit nu ook op voetbal, dus bij de puppyvoetbal. Dus op de zaterdagochtend ben ik sowieso altijd op de club te vinden. Misschien door de week nog af en toe een beetje een balletje trappen met oude ploegmaatjes in het vijfde elftal. Ik ga gewoon kijken wat op mijn pad komt. Het is in ieder geval de bedoeling om rust te pakken.
Mannen, namens de Sporters TV, de kijkers van Sporters TV en ik denk alle leden van Sporters, wil ik jullie bedanken voor de inzet die jullie voor Sporters hebben gehad. Ik wens jullie voor de toekomst ontzettend veel succes, veel plezier en het gaat jullie goed. Ja. Dank jullie wel. Ja, okay. Dames en heren, ik sta tussen twee stafleden van Sporters de 1 in. En beide mannen die hebben hun laatste seizoen gedraaid bij Sportlust. Ik begin even met Ron Paul. Ron, verzorger. Hoe lang? 9 jaar, Willem. 9 jaar bij Sportlust 1 gelopen. Ja. Dat is een hele tijd. Maar je gaat weg. Je gaat naar Smitshoek toe. Ja, ja, terug naar mijn oude trainer Richard Middelkoop. Je dacht na 9 jaar, ik moet eens ergens anders gaan kijken of had het een andere reden? Nee, ook wel. Ik vind dat je altijd, ik ben wel ambitieus en ik wil me zeggen altijd blijven ontwikkelen. En ik denk dat ik daar bij Sportlust zeg maar een klein beetje bij doodloop. En ik denk dat bij Smits ook nog heel veel kansen liggen. Plus dat ik wel graag op een hoger niveau, gegarandeerd op een hoger niveau wil spelen. Nou, dat kan gelukkig bij Smits ook. Ik ga daar wel heel veel dingen leren. En zoals Jan al zei, ik hoop dat later weer mee terug te nemen naar Sportlust. Zodat ik het ook hier zeg maar, dat weer toe kan passen. Hey, naast het verzorger zijn heb je ook mega veel werk verzet bij de jeugd. Ja. Op de woensdagmiddag vooral. Ga je dat bij Smitshoek ook doen? Of, Nee, ik ga niet de jeugd trainen bij Smitshoek. Ik ga wel de jeugdtrainers opleiden zeg maar, voor wat loop- en coördinatiewerk toe te voegen. En ik ga bij Smits ook niet de verzorger zijn ook. Ik word daar fysiek en hersteltrainer. Dus ik ga niet meer met de waterzak lopen, maar andere dingen doen. Rondom de trainingen en de wedstrijden en tijdens de. Nou, oké, okay. Ik ga even naar mijn buurman Paul. Teammanager. Teammanager. Hoe lang? Nou, dat zal zijn in principe eerst vanaf 2000. Toen jij natuurlijk stopte, toen heb ik dat overgenomen. En dat heb ik denk ik gedaan volgens mij tot 2014. En toen ben ik er 2 jaar tussenuit gegaan. Dus in 2016 weer opgepakt tot nu. Dus in totaal 16 jaar? Ja 16 jaar. Ja, klopt. Ook jij stopt na dit seizoen. Ga je het niet missen? Ja, ga het zeker missen. Want ik ben niet alleen teammanager, maar eigenlijk ben ik gewoon supporter. Het zit gewoon in je bloed, supporter is gewoon mijn club. Ja, weet je, Wim, op een gegeven ogenblik, ik ben 60 nu en weet je, het is een hele jonge groep. En soms is het ook wel eens goed dat er misschien eens een jonger iemand dit gaat doen met die jonge jongens. Ik denk, in mijn denkwijze denk ik wel eens wat anders als de jeugd van tegenwoordig. En dan moet je op een gegeven moment wel jezelf te raden gaan en bij je eigen denken van ja, is het wel verstandig om op deze manier door te gaan. En ik heb voor mezelf gewoon besloten, ik stop er gewoon mee. Want het gaat tenslotte op een gegeven moment ook, je moet ook een toegevoegde waarde zijn voor het elftal. En niet eentje die er gewoon bij hangt. En ik denk als je wat jonger iemand zou nemen die wat meer in de groep zou passen. En misschien toch wat meer affiniteit hebt met de jeugd. Hè, want daar praat je ook een beetje over. Is ook beter misschien voor de sfeer, alle andere dingen natuurlijk. Ik heb me dit seizoen ook best wel geërgerd aan sommige dingen. Hè, binnen het team weet je wel. Dan denk ik van ja, maar dat is ook gewoon je leeftijd. Hè, zo moet je het ook een beetje zien. Dus dan moet je op een gegeven moment van je eigen denken van nou, oké, weet je, voordat je jezelf gaat laat ontsporen, ik stop er gewoon mee. En dan kan je met opgeheven hoofd gewoon zeggen van nou, ik stop ermee. En misschien wellicht in de toekomst dat er bij sporters wel weer een andere functie vrijkomt. Want het is mijn club en ik zal altijd wel bereid zijn hier en daar mijn steentje bij te dragen als er maar wordt gevraagd. We gaan je volgend jaar toch wel weer langs de kant zien. En horen. En horen vooral. Ron. Ik wil jou namens Sportlust TV en namens de kijkers van Sportlust TV en ik denk namens de leden hartelijk bedanken voor je inzet voor Sportlust. Graag gedaan, ik weet hoeveel tijd je erin gestoken hebt. Ja. Mega bedankt. Veel succes bij Smitshoek. Dank je. Als we elkaar tegenkomen in de beker, ja, dan iets minder ja, succes. Dan strijden we ervoor, Willem. Wij ook dan. Hè? Ja, precies. Maar het gaat goed bij Smitshoek. Paul, wij... Jij ook bedankt voor al je inzet en we gaan elkaar volgend jaar zeker zien. Tot Sportlust, hè? Dat ga ik niet zeggen, Paul. Jongmannen, bedankt. Goed zo.